ben al zo'n beetje 5 jaar bang voor de tandarts. Denk er 2 dagen van tevoren al over na. Ik moet naar de tandarts, omdat ja, je moet je gebit kunnen omhouden. En dan ben ik er. En dan ja, stap ik eigenlijk de auto niet uit. Dan rijd ik naar huis. Michael heeft tandartsangst en is al jaren niet geweest. Afspraken belde hij af. En ook keerde hij meerdere malen om voordat hij de tandartspraktijk instapte. Ingrid Stoop, bedenkster van de matrixmethode, gaat hem coachen. Je hebt tandartsangst. Is dat een ervaring uit jouw verleden die je ooit hebt meegemaakt? Of iets in de toekomst waar je heel erg tegenop ziet? Beide. Ja. Jij leeft in het nu. In het verleden heb je situaties meegemaakt. Leuke en minder leuke. In de toekomst ga je ook situaties meemaken. Leuke en minder leuke. In het nu heb je daar plezier van. Of juist last. Je hebt daar een eigen beleving bij. Een zien, horen, voelen en of denken. Die kun je zelf in het nu bekrachtigen of juist ontkrachten. Jij bent de enige die daar invloed op heeft. Eerst het verleden aanpakken. Ja, nou dat kan wel. Ja. Oké. Dat verleden, die situatie die je toen een keer hebt meegemaakt. Dat ze op een zenuw hebben geboord, ja. En wat heb je daar nog bij? Heb je daar nog een plaatje bij? Een geluid, een gevoel of een gedachte? Een gevoel en een plaatje. Welke moet je het eerst aanpakken? Het gevoel. Het gevoel. En dat gevoel, waar voel je dat? Ja, dat zit in mijn hoofd. Onrustig gewoon. Onrustig, gewoon een aantal uren voordat ik naar de tandarts moet. Dat onrustige gevoel, wat wil je daarmee doen? Wil je dat houden in je hoofd of moet dat eruit? Dat moet eruit en dat gooi ik eruit door niet te gaan. Ja, maar dat zit er altijd nog wel. Dat zit er wel, ja. Absoluut. En dat, waar zit het? Voorhoofd, achterhoofd, zijhoofd? Waar zit het onrustige gevoel? Denkbeeldig, hè? Gewoon het is een spanning gewoon. Een spanning, hè? Ja. En die spanning die lijkt op? Lijkt op, die spanning waar die op lijkt, die lijkt op eigenlijk... Gespannen draden. Gespannen draden. Wat zou je met die gespannen draden willen doen? Vergeten. Weg. Je moet er even fysiek wat mee doen, hè? Dus ja, hoe zou je die weg kunnen krijgen? Dan zou ik ze strippen, oprollen en diep in de kast leggen. Strip ze maar eens even. Strip ze maar eens. Ja. Zeg maar als je klaar bent. Dat je ze allemaal gestript hebt. Allemaal gestript? En nu ze gestript zijn, zou ze dan uit je hoofd kunnen? Dan geef ik het een plekje. Zou ze uit je hoofd even een plekje kunnen geven? Stel je voor, er is een vulkaantje. Zou ze daarin kunnen gooien? Ja. Nou, maak een vulkaantje. Gooi ze erin. Ja. Doe maar. Ik gooi ze er zo in. Leg ze erin? Ja. Oké. Maak het even helemaal schoon naar buiten. Bij die vulkaan. Maak het echt helemaal schoon. Ja. Lukt dat? Ja. Maak het helemaal schoon in je hoofd. Is het helemaal schoon? Ja. Draden weg? Ja. Maak het meest fantastische hoofd van wat jij wil. Gemaakt? Ja. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt wel goed. Ga nog eens terug naar die situatie. Toen. Wat komt er nog in je op? Nog een plaatje, een geluid, een gevoel of een gedachte? Zien, horen, voelen of denken, wat nog storend is. Zien, horen, voelen, denken. Het is een gedachte nog. Gedachte nog. En wat heb je nog aan die gedachte? Niks. Wat ga je ermee doen? Weggooien. Doe maar. Ligt iedereen? Ja. Maak het even schoon. Maak het even schoon waar die gedachte was. En zet er eens een fantastische gedachte neer. Wat denk je? Zullen we het gaan doen? Mm-hmm. Deel. Goedendag. Dag Michael, goedemiddag. Hoi. Ik zal eerst eens even... gewoon rondkijken. Jou vertellen wat ik allemaal tegenkom. Ik denk dat wij vandaag gewoon die vulling maken. Ja. Die kiestrekken, dat doe ik dan een andere keer.
Ja, hij is er bijna hoor. Helemaal top in. Ja, Michael, heel erg bedankt voor je medewerking. Ja, ja, nou, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Dan kan bij de assistent weer een nieuwe afspraak maken. Oké, nou, ja? Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Tot ziens. Blij dat ik het gedaan heb. Ja, de matrixmethode heeft voor mij wel gewerkt. Ik zie niet meer op tegen de volgende afspraak. Voortaan als ik naar de tandarts ga, ga ik met een iets rustiger gevoel. Ik ga me niet meer omrijden. Nee. Waarom zou jij nog langer rondlopen met je tandartsangst als je weet dat er op een vrij eenvoudige manier iets aan te doen is?